Welkom bij een nieuwe Skyrim met verhaaltjes. Vandaag gaan we het hebben over jullie bijzondere ervaringen op het werk. Nou, ik heb de e-mails gelezen en als ik heel eerlijk mag zijn, ik zou een aantal van jullie persoonlijk niet aannemen als ik zo een beetje de verhalen lees. Ik moet wel zeggen, dit zullen van velen van jullie de dieptepunten geweest zijn. Er waren vast ook een paar momenten waar je wel goed bezig was op het werk. Een aantal dingen waren toch meer gewoon ongelukjes. Soms maak je gewoon per ongeluk 25.000 euro schade aan een dure machine. Dat gaan we vandaag allemaal bespreken. Holy shit, wat een backflip. Onder het genot van een flink potje lekkere gameplay in deze fantastische topgame. Maar eerst het onderwerp voor de volgende aflevering van deze serie. En dat is namelijk relaties. Hoe ben jij aan je vriendje of vriendinnetje gekomen? Heb je toevallig een leuke manier waarop je elkaar ontmoet hebt? Of misschien nog wel beter, hoe zijn jullie uiteindelijk uit elkaar gegaan? Is je partner vreemd gegaan? En hoe kwam je daarachter? En ik weet niet of er genoeg interessante verhalen zijn rondom ontmoetingen, hoogtepunten en het opbreken van relaties. Dus als het echt nodig is, dit is heel speciaal, ik doe dit niet vaak. Je mag ook in het algemeen een seksverhaal opsturen. Ik ga niet beloven dat ik hem ga gebruiken. Ik heb afgelopen week kreeg ik opeens een hele rare e-mail van een gast die heel uitgebreid beschreef hoe een veel oudere vrouw, je moet een beetje denken aan deze gast was 20, zij was 40, hem oraal bevredigde. Ik dacht, nou top, heel erg bedankt voor dit verhaal. Er was totaal geen categorie waar dit inviel qua inzending, maar toch heel erg bedankt voor de moeite. Zonder jullie verhalen ben ik zoals altijd helemaal nergens, dus alsjeblieft. Blijf ze lekker sturen. Als klein voorproefje voor volgende week beginnen we meteen met een werk/seksverhaal. Namelijk seks op je werk. Is het aan te bevelen? Nou, als je dit verhaal hoort, misschien niet. Dit was de allereerste e-mail die ik las. Ik dacht meteen, wauw, dit bijt wel echt de spits af voor een hele interessante video. Er was een jongen en die werkte bij een, ja, voor logische privacy redenen. Het is niet een verhaal om trots op te zijn. Niet nader te noemen bedrijf. Het was een soort, voor mijn gevoel, een soort supermarktachtig iets. Ze werkte daar met 10 meisjes en 2 niet heel veel jongens. En het was een rustige dag, dus de manager zei, weet je wat, jullie mogen pauze nemen in kleine groepjes. Groepjes van 3. Dus op een gegeven moment was die jongens pauze. En hij had pauze met 2 meiden. Een van die meiden zei, weet je wat, ik neem een pauze later. Kan ik samen met de andere meiden lekker pauze hebben. Hartstikke leuk, dus dan heb je eigenlijk pauze met 1 andere meid. En ze hadden al een geschiedenis van nogal flirten met elkaar. Dus wat doe je dan? Dan ga je lekker seksen op het personeelstoilet. Of tenminste, holy shit, waar komen jullie opeens vandaan? Het plafond waarschijnlijk. Ga je lekker seksen op het personeelstoilet. En op een gegeven moment, daar wordt dan de deur geklopt, hard geklopt. Hey, wie zit er op de play? Nou ja, in principe 2 mensen, maar laten we dat even niet doorgeven. Gelukkig waren ze daar compleet iemand anders op zoek. Maar het was wel eventjes van, hoe, we waren bijna betrapt. En toen, een paar minuten later, moesten ze alsnog allebei op gesprek komen bij de manager. En de manager zei van, hey, ik weet wat er aan de hand is. Jullie krijgen een waarschuwing. Ze denken, oh shit. Ze hebben ons gewoon gehoord op het toilet. Dus dat meisje zegt, jullie weten dat we seks hebben gehad op het toilet? Waarop de manager zei, nee, de waarschuwing was voor flirterig gedrag op de werkvloer. Maar, jullie zijn ontslagen. Ja. Ik denk dat zelfs als iedereen weet dat je schuldig bent, dat er situaties zijn dat je beter gewoon op papier even je mond kan houden. Of in ieder geval even kijken wat de beschuldiging is. Voordat je het zelf allemaal erger maakt. Dus echt de crème de la crème van de verschrikkelijke verhalen. Alhoewel, voor sommige vrouwen misschien een beetje een cultuurschok. Mannen zijn raar. Sommige jongens hebben samen een soort WhatsApp groep. En dat heet vaak dan de poepgroep. En wat je doet in de poepgroep is je stuurt de andere boys foto's van je kak. En wanneer je dus de werknemer appgroep verward met de poepgroep, dan gaat het niet helemaal goed met je dag. Wanneer je opeens je baas een foto van je drol stuurt. Ik hoop dat het ook onder werktijd was. Ik zal even kakken. Kakken op de baas tijd. Oké, is een mooie drol geworden. Dit is er eentje voor de poepgroep.
heb je ook weer wat uit te leggen. Ik bedoel, moet je ontslagen worden voor dit soort vergissingen? Ten eerste, je doet het bedrijf op geen enkele manier pijn. Behalve de ogen van een paar werknemers. En ten tweede, het was duidelijk een foutje. Ik heb een aantal verhalen dus waar mensen... we kunnen die even gaan bespreken. Er was iemand die werkte bij een opticien als stage. Er is geloof ik gewoon een hele studie waar je zeg maar opticien kan worden. Je moet vooral een beetje weten hoe werken ogen, hoe werken brillen, hoe werkt zo'n slijpmachine. Je moet er het een en ander voor weten. Verkooppraatje hier, verkooppraatje daar. Dus iemand liep stage bij een opticien. En die had per ongeluk de slijpmachine gemold van... Wat kost zo'n machine? Ik geloof dat dit een machine was van 12.000 euro. En die is toen dus gewoon weggestuurd. Gewoon ontslagen. Halverwege de stage. En ik snap dat nooit zo erg. Ik snap dat als iemand schade maakt, dat het heel kut is. Maar de schade is al gemaakt. Weet je wel? Het is duidelijk een foutje. Ze gaan het waarschijnlijk niet nog een keer doen. Want ze zijn nu extra op hun hoogte als je duizenden euro schade maakt. Ik snap nooit waarom je iemand zou ontslaan voor zo'n fout. De fout is al gemaakt. En door ze te ontslaan heb je alleen maar een werknemer minder. Dan krijg je weer een nieuwe werknemer die misschien wel die fout gaat maken. Want die heeft die fout nog niet gemaakt. In principe zijn fouten een hele goede, mooie, inspirerende... daar moeten we even voor oppassen. Een manier om te leren. We duiken momenteel een klein beetje verder deze grot in. Ik vind het allemaal lichtelijk spannend. Fuck spinnen, man. Fuck Falmers, man. Misschien is het leuk om eventjes, weet je, tussendoor een iets wat positiever verhaal te doen. Er was een kijker die werkte bij een museum. Ik geloof het bakkerijmuseum. En die moest gewoon onkruidwieden, mos tussen de tegels vandaan halen. Wat in principe een redelijk saai kutklusje is. Maar je krijgt ervoor betaald. Beetje muziek luisteren. Hartstikke prima. En op een gegeven moment komt er een hele klas kinderen voorbij. Die zijn op vossenjacht. Ik weet niet of je bekend bent met het concept vossenjacht. Vaak zijn er dan een aantal volwassenen. Die zijn dan tussen aanhalingstekens vos. Wat inhoudt dat ze vaak een klein beetje raar verkleed zijn. Zijn gewoon moeders en vaders. En die hebben dan een soort hint of een letter of een opdracht voor je. Dus die kijken wat lekker bezig met onkruidwieden. Op een gegeven moment komen heel veel kinderen van... Ben je een vos? Ben je een vos? En die persoon dacht... Ja, dat ben ik inderdaad. En jullie opdracht is... Jullie moeten dit onkruid wieden. Dan heeft die persoon daar gewoon een beetje gechilled. Terwijl die kinderen het onkruid aan het opruimen waren. Op een gegeven moment kwam er een of andere leraar van... wat is hier aan de hand? En toen was het onkruid redelijk gewiet. Het kwaad geschiet. En is die persoon maar lekker naar binnen gegaan met... de ballen en laat ze niet vallen. Je kan niet het onkruid ontwieden. Je kan niet meer terugplakken. Gaat helemaal dikke vette prima zo. Er zijn echt veel te veel paddenstoelen hier. Ik bedoel, ze zijn handig. Je kan er een hele hoop fijne drankjes mee maken. Maar het is heel moeilijk om te zien waar ik ze nou wel en niet geplukt heb. Dus alsjeblieft, laat me een beetje heel in de reacties. Ik heb een groot deel meegenomen. Ik doe ook maar gewoon mijn best. Verder waren er echt verrassend veel verhalen waar mensen bekogeld werden... Met dingen. Echt iets van 3, 4 verhalen. Eén verhaal was iemand die werkte bij de Febo. En er was een dronken gast met de kermis. En die zei van ja, ik wil een kroket. Maar wel een warme kroket. Maar dat gaat gewoon niet zo snel. Het is fast food. Ik heb trouwens wel een Febo. Fuck, overhemd aan terwijl ik dit verhaal vertel. Bonuspuntjes daarvoor. Die persoon dacht, nee, je had die gast toch dronken. Ik pak gewoon een kroket uit de muur alsnog. Die zijn ook relatief warm als het goed is. Hij merkt vast niks. Nou, hij merkte blijkbaar wel iets. En die persoon werd vervolgens bekogeld met de eerder genoemde kroket. Dat slaat misschien nergens op. Maar ik heb ook een verhaal gekregen van een Domino's medewerker die bekogeld is met een pizza shawarma. Wat namelijk een ding is rondom de pizza shawarma, wat ik ook niet wist, is de pizza shawarma. Die shawarma is varkens shawarma. Ik dacht dat shawarma eigenlijk altijd van het koetje was. Dus er was gewoon een jongen, een moslim, die dacht, nou, doe maar een lekker pizzaatje shawarma. En halverwege die pizza shawarma deed hij, wacht eens eventjes, dit is niet halal. En blijkbaar was de meest logische reactie, terwijl dat staat wel geadverteerd. Ik heb gekeken online, ik heb gecheckt. Wat zit er in de pizza shawarma van de Domino's? Inderdaad, er zit varkensvlees in. In principe ben je als klant soort van verantwoordelijk. Het staat gewoon bij de informatie van de pizza. Alhoewel, meestal als ik een pizza salami neem, ga ik niet checken of het paard is, zeg maar. Ik ga er redelijk vanuit dat salami is... Is dat eigenlijk vark? Een pizza Hawaii, oké? Daar zit ham op, dat is als het goed is van een vark. Ga ik wel vanuit. En bij pizza shawarma zou ik er inderdaad best wel van uitgaan dat het rund is of geit of zo. In ieder geval geen varken. Ja, de vraag is een beetje in hoeverre kan je hier als personeel wat aan doen? Moet je iedereen die eruit ziet alsof ze moslim zijn waarschuwen van... Hé man, ik denk dat je moslim bent.
vanwege je huidskleur. Je weet wel dat er geen varkensvlees op zit. Is het, maar ik ben helemaal geen moslim. Oh, sorry. Oh, ben je racist? Nee, ik wil gewoon moslimjongen helpen. Dat ze niet per ongeluk de zeer onlogische regels van hun eigen religie overtreden. Ik snap echt niet dat er religies zijn die zeggen, oh, dit soort vlees, dat moet je niet eten. Varkens zijn vies, want ze rollen door de modder. Alle dieren, fuck, zijn vies. Alle dieren zijn smerig. Eet dan gewoon lekker niks. We zitten een klein beetje in een benarde situatie. Maar daar kunnen we op een bepaald niveau wel weer uitkomen. Oké, die is in ieder geval neer. Die nog niet, maar geloof mij maar als ik zeg. Het gaat niet lang meer duren. Ah, dat is vele malen beter. Ze liggen lekker gezamenlijk te knuffelen in de tent. Slaap zacht, jongens. Het is jullie gegund. We hadden het net over iemand die was ontslagen van zijn stage. Nou, ik heb iemand die heeft het nog net iets slimmer gedaan. Die had gewoon helemaal geen stage gedaan. Die had gewoon zoiets van, weet je wat, ik verzin gewoon een stage. Dan moet er een soort formulier ingevuld worden. Die vul ik gewoon zelf in. En er wordt nog iets van contact gehad met de docent. Maar dat gaat via de mail. Dus ik maak gewoon een eigen mailadres. En hij is er daadwerkelijk mee weggekomen. Ik zou hier heel erg mee oppassen. Want als ze erachter komen, je wordt compleet van de studie afgeflikkerd. En bij heel veel studies doen ze dit soort contact toch soort van wel telefonisch. Nou gok ik wel dat het een redelijk kleine stage is. Misschien een week of zo. Meestal als je een grotere stage doet, zoals ik met mijn 7 maanden. Ten eerste moet je daadwerkelijk onderzoek doen. Dat is nog best wel een ding. En meestal moet je een presentatie doen en meestal is je stagebegeleider daar ook wel bij. Ik heb wel zelf een paar keer e-mails gehad opeens van, hey, deze persoon heeft een interview met jou gedaan. Klopt dit? En nu doe ik redelijk veel interviews. Als je journalistiek studeert en je hebt soort van een duidelijk onderwerp en je hebt soort van nuttige vragen naast, oh, hoe lang doe je al YouTube? Ik denk, bitch, dat staat letterlijk op mijn kanaal, domme kut. Je studeert toch journalistiek? Godver. Als je een beetje een serieus onderwerp hebt, dan vind ik het hartstikke leuk om interviews te doen. Ik heb er laatst nog eentje gedaan over het saboteren van de top 2000. Eentje over COPPA, geloof ik. En eentje over algemeen gezeik. Heel vaak als er iets met YouTube is, dan komt er een of andere journalistiek student in mijn DM's. Ze komen ook vaak bij Billy in de DM's. Van, hey, mag ik een interview met je vriendje? Ik denk, als je al mijn contact niet kan vinden, je kan op zoveel manieren contacteren. Als dat al niet lukt, moet je geen journalistiek studeren. Maar het doel van deze video was niet op de haat op journalistiek studenten. Ik werd in ieder geval gecontacteerd via de mail door een professor die zei van, hey, iemand heeft een interview met jou gedaan. Klopt dat wel? En ik begon heel erg te twijfelen van, nou, is dat zo? Ik twijfelde heel erg of het interview nou had plaatsgevonden. Aan de ene kant ook iets van, hey, ik ben je bro. Geen zin om mijn eigen kijkers erbij te naaien. Dit is heel handig aangezien ik zo meteen heel toevallig op Soul Jam jacht wil. We gaan namelijk zo meteen eventjes ons armor compleet upgraden. We gaan namelijk van de Orcish armor die we nu hebben naar Ebony armor. Waar ik nu ook het wapen van heb. En ik wil gewoon even de hele set compleet gaan enchanten. Oftewel, we moeten een hele hoop zielen gaan verzamelen van uitermate hoge kwaliteit. Maar dat zijn problemen voor later. Ik heb in ieder geval die professor eventjes gevraagd van, hey, zou je het interview door kunnen sturen? Gewoon het eindresultaat. En dan kan ik wel een beetje zien, als ieder antwoord ingewikkeld, eigenwijs en onnodig is, ja, dat klinkt wel als mij. Ik kan heel snel zien of een interview verzonnen is, of met mij is, aangezien ik geef altijd kut antwoorden. Dus het bleek uiteindelijk, denk ik, echt te zijn, maar de moraal van het verhaal is in ieder geval, pas heel erg op als je een stage gaat faken, want scholen checken dit soort dingen daadwerkelijk best wel vaak. Gewoon, ja, contact hebben met jouw contactpersoon. Dus ja, als je dat zelf bent, wel zo slim, maar meestal bellen ze, dan moet je wel meteen even een oom paraat hebben die zin heeft om voor je te liegen. Ja, het is gewoon niet heel handig. En ja, het is ook wel handig om gewoon je studie te doen. Je schijnt er dingen van te leren ofzo. Ja, ik heb het ook niet verzonnen hoor. Er loopt momenteel een hoop van die irritante beesten rond. We kunnen die eieren stelen. Dat is hartstikke leuk. Het enige probleem is, ze wegen al heel veel. Die eieren zijn 0,5 kilo per stuk. Dus we moeten even kijken hoeveel van die prachtdingen we mee kunnen nemen voordat de game zegt, yo, je hebt letterlijk gewoon 60 kilo aan vieze insecteieren bij je. Wat vind je er zelf nou van? Het volgende verhaal gaat over iemand die als bijbaantje kinderoppas was. Dat lijkt me nou echt een superleuke bijbaan om te hebben. Vooral, het lijkt me gewoon best wel chill. Je hoeft niet zo heel veel te doen, behalve die kinderen gewoon vroeg in bed stoppen. Een beetje Netflix kijken. Het enige nadeel is, per uur betaalt het niet zo heel veel. En je uren zijn nogal variabel. Maar je krijgt wel gewoon betaald voor pretty much niks doen. Dus hey, als je toch een avondje wilt chillen, ga lekker oppassen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar deze gast deed dat wel vaker. Die deed meer, zeg maar, de tussenschoolse opvang, geloof ik. Of naschools. Als een school is uit,
Ouders zijn nog niet thuis. Kan jij de kinderen van school mee naar huis nemen en een beetje op ze letten? Oeh, die nemen we zeer zeker mee. En dat was best wel een goed ideetje. Alleen deze persoon, ik denk toch wel dat het midden op de dag was. Anders heb je het wel heel erg verpest. Alhoewel, mijn slaapschema. Deze persoon had zich verslapen. Maar ook echt 2 uur. Als in die kinderen stonden echt 1 uur lang op het schoolplein te wachten. Hey, we zijn bij het einde. Op letterlijk helemaal niemand. Super kut, man. Ik kan me voorstellen dat er meer kijkers wel eens opgepast hebben. Daar moeten vast meer leuke verhalen in zitten. Een stel pubers en een stel kinderen, dat kan niet goed gaan. Ik kan me haast niet voorstellen dat er niet meer geniale verhalen ergens in die hoek zitten. De volgende plek waar we heen gaan op de map is... Ik had ergens een plek gezien waar nog wat giants rondlopen. Hier zo, Secunda's Kiss. Doen we daar even lekker een marketje, lopen we erheen vanaf de Western Watchtower. Gaan we even lekker wat reuzen doodmaken, zodat we hun ziel kunnen stelen. Want reuzen hebben, net zoals hun lichaam, best wel grote zielen. Eerst even gauw 12 uurtjes wachten, want dit is best wel donker. Hou ik niet van, dat is beter. Jammer van de regen, maar je kan niet alles hebben. Even kijken, we moeten die kant op. Volgende verhaal heeft ook te maken met dingen verpesten en kinderen, maar het is net weer een heel ander verhaal. Deze persoon die coachte geloof ik een kinderteam voetbal. En er werd gevraagd van, waar spelen we de volgende wedstrijd? Dat was geloof ik een soort kampioenschapje als je een paar korte wedstrijden speelt. Een heleboel clubs gaan één kant op. En deze persoon twijfelde nogal waar de volgende wedstrijd... wie valt me aan? Oh. The fuck is dit voor Harry Potter shit? Oh. Ga je in mij beschieten? Kijk, de tyfus fire wizard. Wacht. Ik zal even gauw mijn andere boog pakken, zodat ik je ziel kan stelen. Dat zal je leren. De ebony bow of damnation. Huts! Jouw ziel is van mij. Is dat nou een ice wizard? Oh, dat vind ik wel heel flauw. Een fire wizard met een ice wizard laten battelen. How dare you? In ieder geval, deze persoon twijfelde een beetje van... Oh, kut. Waar is de voetbalwedstrijd? Weet je wat? Ik zeg wel hetgene wat ik denk. En... Ja, ze zullen het vast zelf nog wel even opzoeken. Nou, deze persoon had aan diens moeder weer dat doorgegeven. En dat was toevallig de moeder die zeg maar vervoer deed. Meestal zo met uitwedstrijden. Die gaat niet allemaal in je upje erheen, hè. Het milieu kost ook gewoon geld. Is moeite. Niet alle ouders hebben zin om altijd hun kinderen te brengen. Dus al die kinderen waren op het verkeerde voetbaltoernooi. En het hele team was gewoon compleet gedisqualificeerd voor afwezigheid. Dat is niet best. Ik ga het toch maar even zeggen. Nou. Wie hebben we daar? Als het niet de grote en vriendelijke reus is. Hé, schat. Kom eens even heel gauw deze kant op. Ik heb interesse in je ziel. Oké, niet... Fuck. Oké. Dit gaat nog soort van verrassend goed. Even heel gauw wisselen op een boog. De ebony bow damnation. En dan is jouw ziel... Huts van mij. Azoef. Dit zijn geloof ik greater souls. Dit zijn echt de souls waar je echt een beetje lekker mee kan enchanten. Behalve dat mijn enchanting nog niet zo heel hoog is. Maar dat zijn echt problemen voor later. Daar in de verte zie ik nog zo'n nerd. Ik zou even gauw een atronarchie erbij spannen. Het volgende verhaal dat ik ga vertellen bevat zeer veel drugsgebruik. Het komt namelijk uit de keuken. Ik ken redelijk wat mensen die gewerkt hebben in de keuken. En om een of andere reden, heel veel mensen in de keuken gebruiken drugs. De helft staat er blowen, de andere helft zuigt zich de tering in met gewoon bier uit de tap. En de andere helft zo nog eens helemaal strak van meerdere oppeppende middelen. Fuck. We moeten even gauw de boom damnation pakken. Ik kwam hier helemaal heen om je ziel te stelen. Moet ik hem stelen ook? Hartstikke idee. Dus er was weer een of andere chef. Die stond weer helemaal strak van de cocaïne. En gewoon net iets te strak. Over het algemeen wordt het allemaal getolereerd in de keuken. Misschien dat er daarom juist zo'n hele drugs... Ja joh, kan wel sfeer ontstaat. Als je maar gewoon je werk doet. Maar deze gast was van ja... Hij was gewoon te high om een beetje lekker te kunnen koken. Dus er werd gezegd... Hey, ga even lekker weg. Kom terug als je weer een beetje oké bent. 45 minuten later, kook werd redelijk snel uit. Kom je weer terug. En hij zag er hartstikke fit uit. Maar wel, ja, misschien een beetje moe. Toch een beetje dat opgepepte randje er vanaf. En op een gegeven moment begon die gast letterlijk achter de grill in slaap te vallen. Tot hij, zeg maar, met zijn gezicht zo, apam, zo op de grill terecht kwam. En nog steeds sliep. Hij werd gewoon niet wakker. Ze moesten hem echt van de grill aftrekken. Echt... Hele gezicht en arm onder de brandwonden. En het enige wat hij eigenlijk zei was... Hey baas, mag ik even weg om naar het ziekenhuis te gaan? Nou, ja, nou, vooruit dan maar, hè. Omdat jij bent
Ik heb wel vernomen dat hij daarna gewoon compleet is gestopt met drugs gebruiken. Het is een redelijk interessante vorm van de wake-up call, om het zo maar even te zeggen. Ik heb momenteel superveel iron ingots. We gaan die eventjes allemaal gebruiken. Dit kan misschien heel lang gaan duren, maar ik denk als we deze allemaal eventjes gaan maken, wilde ik zeggen. Maar ik heb te weinig leather strips. Fucking leather strips, maar kun je die maken van leather? Kijk eens aan. Dit is geniaal. 500 IQ. Ik maak bijna leather strips. Ook de eerste keer dat ik dat doe, volgens mij. Dit gaat nog steeds wel eventjes duren. Het maken van die iron daggers gaat jammer genoeg niet heel erg snel. A few moments later. Yes! Oh, ik heb hier zo lang voor zitten levelen. Als in niet de afgelopen 3 minuten klikken. Ik bedoel meer dat de vorige aflevering was ik geloof ik level 60. Ik heb echt in de stream 2 uur lang fucking veel grindy, saaie troep zitten doen. Puur zodat ik deze video eindelijk wat nieuw armor kan maken. We kunnen dus nu... Oh shit, ik wil het al maken. We moeten misschien eerst even gauw de upgrade kopen. Ik heb ook gewoon nog 3 perkpunten klaar liggen. Ik stel voor om er eentje in smitting te doen. En dan lekker de rest ebony smitting in enchanting. Zodat we echt een beetje wat goede enchantments erop kunnen gooien. Even kijken, waar staat die enchanting troep? We kunnen gewoon de enchantments 60% stronger maken. Dat lijkt me sowieso een goeie. We kunnen fire enchantments 25% sterker maken. Skill enchantments 25% sterker. Of soul gems provide extra magicka for recharge. Ik stel toch wel voor om de fire enchantments dan op wapens iets sterker te maken. Dan kunnen we een nieuwe ebony bow maken. Die is sowieso al 20% sterker dan de boog die we hebben. Plus nog eens die 25% omdat het een fire bow is. Ik weet niet precies hoe die percentages met elkaar stapelen. Of je ze bij elkaar op kan tellen of met elkaar kan vermenigvuldigen. Maar het gaat sowieso flink handig worden, denk ik. Oh kut, dan ben ik helemaal vergeten dat armor te maken. Multitask is niet altijd mijn ding. Misschien wil je ook nog een leuk verhaaltje horen, alsjeblieft. Verwacht niet te veel van me. Het is wel een klein wonder dat deze video best wel lekker verloopt. Het enige onhandige is dat ik echt al 2 afleveringen totaal niet bezig ben met het daadwerkelijke game uitspelen. Met dit tempo gaat deze serie nog heel, maar dan ook heel lang duren. Even kijken, Ebony Armor... Ebony helmet. Laten we even beginnen met het belangrijkste ding. Als ik het volledige setje heb, verdubbeld geloof ik de defense met de factor 2. Daar heb ik namelijk een perk voor. We hebben geloof ik ook nog ergens wel de boots. En ook ergens nog wel de gauntlets. Fuck it, laten we meteen even een warhammer maken. De waarde van die dingen is ook echt bizar. We kunnen gewoon fucking veel geld verdienen door deze shit te maken. Laten we ook meteen een ebony bow doen. Nou, dan hebben we genoeg shit. Ah, kijk. Meteen level 81. Nou hebben we genoeg shit om te enchanten. En ik weeg veel te zwaar. Nou scheelt het dat ik heb zojuist al iets van 60 iron daggers gemaakt. Misschien heeft iemand, alsjeblieft, iemand interesse om die van me te kopen. Anders flikker ik gewoon 60 messen op straat neer. Even kijken of kinderen nog instappen met hun blote voeten. Welcome to war. Ja joh, welkom. Ik hoop dat je interesse hebt in stront. Want ik heb heel veel verse stront voor je. Even kijken. Je kan trouwens die wandeling naar dat kasteel ook gewoon skippen door er gewoon heen te teleporteren. Omdat je, zoals ik, een redelijk luie hond bent. Ik had verder nog een verhaaltje gelezen van een kijker die werkte bij de McDonald's. Stuur me je overhemd. En die had bijna een hele grote fout gemaakt. Namelijk iemand die een McFlurry Oreo bestelde, een McFlurry M&M geven. Nou doen ze dit soort dingen heel vaak bij de McDonald's, dat er ergens wel een foutje in de bestelling zit, maar als die persoon een notenallergie heeft, dan is het minder handig. Ik zat even te denken van, kan dat wel met die machine, maar het ding is natuurlijk, ze voegen de noten later toe. Het ijs is gewoon ijs, dus je zou in principe geen besmetting moeten hebben. Als ik een notenallergie zou hebben, zou ik gewoon nooit ergens eten, ooit. Notenallergieën zijn echt fucking kut. Laten we beginnen bij de ebony bow. Doen we daar een lekkere fire damage op. En dan doen we daar een black soul gem op. Filled with a grand soul craft. Hoppakee. 2 very boring minutes later. Dit is de grote pain. Een beetje jammer dat ik bij dat vorige ding helemaal geen naam heb gedaan eigenlijk. Nu moeten we nog 1 ding doen. Daadwerkelijk die andere kleertjes eventjes aandoen. Dit verklaart ook wel waarom ik zo zwaar was. Ik draag in principe 2 hele setjes redelijk zwaar armor. Kijk eens aan. Een dikke vette upgrade. Ik kan deze shit gewoon lekker in de prullenbak gooien. Of iemand vinden die er misschien al wat voor heeft. Holy shit. Wat zien we er nu
badass uit. Ik had het net al eventjes over het gebrek aan questen. En dat we door moeten naar de College of Winterhold. We kunnen meteen eventjes twee vliegen in één klap doen. Want ik geloof voor de main story moeten we geloof ik zo meteen naar de College of Winterhold. Dus hey, dat is ja letterlijk best wel twee vliegen in één klap. Ik zal jullie niet te veel vervelen met de daadwerkelijke storyline. Ik heb zelf ook geen idee waar het momenteel over gaat. Dus gewoon lekker doorheen klikken. Kijk wat voor bullshit ze allemaal van me willen. De Blade zou helpen. Tuurlijk joh, tuurlijk. Klik gewoon wat willekeurige tekstopties aan. Ik kom er wel doorheen. Heel lang verhaal, heel kort. We moeten een shout leren genaamd Dragon Rant, waardoor je draken uit de lucht kan forceren naar de grond toe, zodat je ze kan vechten. De shout is kwijt en daarvoor moeten wij vinden, dit ga je niet geloven, de Elder Scroll. Hey, dat is de naam van de game, man. En we moeten praten met Parturax. En dan denk je, oeh, wie is deze persoon dan? Waarom heb ik hem niet ontmoet? Nou, hij woont op de top van de berg. Oeh, wie zou dat zijn? Voordat we een nieuwe shout kunnen leren, moeten we eerst een nieuwe shout leren. We krijgen de shout genaamd Clear Skies, waardoor je grote winterwinden weg kan halen. Ja, precies. Kom maar door met die wijsheid. Kom maar door met die wijsheid. Hartstikke fijn. Oh. Het volgende verhaal vond ik trouwens echt super tof. Er was een kijker, die werkte bij de Gamma als kerstboom. Verkoper. Het is in principe een redelijk saai baantje. Wat je voornamelijk doet is die kerstbomen zitten in zo'n netje. Zodat ze een stuk kleiner zijn, makkelijker te vervoeren. Maar je kan niet echt zien of het een mooie boom is als hij in zo'n netje zit. Dus wat je moet doen, je baan is voornamelijk netje openen. Dan zeggen mensen, zo, dat is een lelijke kutboom. En dan moet je hem weer opnieuw door de machine douwen. Om er weer een netje omheen te gooien. Volgende netje open. Dat is een mooie boom. Verkocht. En wat je verder doet is mensen helpen hun prachtige gekochte kerstbomen in de auto laden. Trouwens, wel lekker mooi luchtje hier hoor. Dat is wel lekker gezellig. Nou, de fuck-up ontstond voornamelijk. Ik weet niet precies wat de situatie was. Ik kreeg vrij weinig uitleg. Wat ik voornamelijk weet is het eindresultaat. Er ging een kerstboom door de voorruit van een Audi A6. Dat schijnt een duur grapje te zijn. Dus ja, ik kan eigenlijk meer vertellen over wat de baan in het algemeen inhoudt dan wat er precies misging. Nou ja, blijkbaar was een hele dure voorruit met, weet ik veel, voorruitverwarming. Allemaal andere gezellige bullshit. Ik vond het in ieder geval wel een grappig verhaal. En is dat niet het allerbelangrijkste? Verder heb ik echt onhandig veel verhalen gehad van mensen die tijdens hun werk moesten kotsen. Eén gast werkte bij een bloemenwinkel. De bloemenwinkel van zijn moeder en heeft hem stiekem ergens in de vaas zitten kotsen. Kijk, zo doen we dat. Hou het een beetje netjes, dames en heren. Nu ik trouwens zo bezig ben met al dat vuur. Jeroen, doe nou niet met dat vuur. Er was een kijker die voornamelijk als hobby vuur spuwde. Hij begon ook een beetje uit te leggen van hoe dat dan precies werkt en zo. En hij zei wel meteen, Rick, waarschijnlijk snap je hoe het vuur spuwen werkt. Als in welke vloeistof gebruik je. Vertel dat alsjeblieft niet. Je kan het nog googlen hoor, maar in principe, ik ben het er mee eens dat vuurspuwen waarschijnlijk niet zo heel moeilijk is. Je moet voornamelijk een vonk hebben, meestal gewoon een fakkel, en je hebt die vloeistof in je mond en je moet het zo spuwen dat de vlam niet zo naar je mond trekt en je hele gezicht in brand staat. Dat is voornamelijk de truc. Je hebt op zo'n manier wegspuwt, dat je niet een soort directe verbinding met je mond krijgt. Nou, deze gast die was al een tijdje bezig met gewoon voor de lol vuurspuwen. En hij kreeg opeens een verzoek. Iemand ging trouwen. En ze wilde wel graag een vuurspuwer op de trouwerij. Hij denkt, hartstikke tof, ik krijg betaald om mijn hobby te doen. Enige probleem is, hij woont op een studentenkamer. Je kan daar niet echt makkelijk oefenen. Hij werd gekoppeld aan een danseres die hij van mij verder niet kende. En dan gingen ze samen een soort dans doen. Waarvan een deel dus vuurspuwen zou zijn. Best wel cool. En toen kwam de dag des oordeels. De daadwerkelijke bruiloft. En het ding was, ze deden dus een dans. En zij had dan voornamelijk die fakkels. En dan ging hij zo een beetje om de heen dansen. En zo hoe, hoe. Het probleem was, de fakkels gingen uit. Ze hadden drie fakkels. En al heel snel gingen twee fakkels uit. Ik heb het filmpje gezien. Hij zei, ik was echt mezelf dood aan het stressen. Nou, in het filmpje viel dat wel mee. Want op een gegeven moment maakte hij dus een fout. En heeft hij ook nog een heel deel van zijn lip verbrand. Omdat hij dus ja toch wel, wat ik net helemaal had uit te leggen hoe vuurspuwen werkt. Nou ja, dat dus niet. Dus al met al, ik zou me vooral heel verantwoordelijk voelen. Want ja, je kan maar één keer trouwen. Alhoewel, er zijn zat mensen die drie keer trouwen. Dat is niet helemaal het idee van samen tot de dood ons scheidt. Alhoewel, misschien gaat je partner gewoon de hele tijd dood. Het feit dat ongeveer de helft van alle huwelijken in de scheiding eindigen is wel een beetje een van de redenen waarom het huwelijk geen zin heeft. Behalve dat het huwelijk sowieso een kansloze bezigheid is. Maar hey,
dat even compleet terzijde. Het vuurspuw op zich was best wel cool. Ik had ook nog best een zielig verhaal van iemand die werkte bij de Blokker. En die had opeens een huilend oud vrouwtje aan de kassa. Die vrouw die kwam binnen en die kocht echt de grootste hoeveelheid kaarsen ooit. Dus die zorgde de kassa met een grapje van haha, feestje. Toen was het meer van, nee, mijn man is net overleden. Niet, ja, het is een beetje ongemakkelijk. En die vrouw ging echt heel uitgebreid huilen. En die persoon toch zoiets van, ja, ik wil graag wat lief zeggen, maar er staat echt een gigantische rij. En die mensen werden ook gewoon boos. En ik zou nooit boos worden als er een vrouwtje in de rij aan het huilen is, omdat ze net een man is kwijtgeraakt. Dat was in ieder geval voor een groot deel van de mensen zeer ongemakkelijk. Oh, en trouwens, die ene gast waar we naar zochten is een draak. Dat is wel cool. Hij gaat ons een hoop geschiedenis vertellen. Ik skip die shit wel eventjes voor je. Yo, bro! Why do you intrude here if not for Tifa? Ik kan ook coole dingen en zo. Ik ben ook een klein beetje draak. Oh, wat vet! We krijgen die vuurspuwaanval van hem. Very nice. Nou, zijn we niet helemaal voor niks naar deze kutberg gekomen. We hebben toch nog wat geleerd. Dit is de echte toverschool hier. Thanks, dude. Wordt heel erg gewaardeerd. Ik krijg wel echt heel veel shouts opeens. Oh, het moet in je gezicht. That's what he said. Ik ben oprecht heel erg benieuwd en heel erg bang wat voor seksverhaal ik ga krijgen voor de volgende aflevering. Wordt misschien lichtelijk demonetized, maar hey, je kan niet altijd geld hebben. Een leuke video is voor mij belangrijker dan een leuk bankzaldo. I didn't come here to debate philosophy with you. Echt zo, ik wil gewoon door met de game uitspelen eigenlijk, als je het niet erg vindt. Cool, 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 cool. Yes, take your question to the College of Winterhold. They may be able to help you. Top. Gaan we lekker die kant op. Heel erg bedankt, ouwe man. De weg naar de College of Winterhold is lekker standaard. We nemen gewoon zoals altijd weer dezelfde prachtige koets. Winterhold 50 gold. Nou, dat heb ik net voor je, schat. Hartstikke bedankt. Breng me lekker die kant op. Juju. Ik heb verder nog twee verhalen. Het zijn beide verhalen met zeer grote schade. Eén kijker die werkte bij Fokker Techniek. Die maken vliegtuigen en doen ook onderhoud voor een aantal partijen. Hij was geloof ik bezig met een vliegtuig schoonmaken. Hij had een soort ladder op wieltjes. En die begon op een gegeven moment nogal hard te rollen. Vol tegen een Russisch privévliegtuig. De schade was gigantisch. Verder was er een kijker die werkte aan een machine, was een kaassnijder. En wat je vaak moet doen is je moet de messen schoonmaken. Dan moet je de hele robotarm uit elkaar halen. Dan had hij de messen schoongemaakt, er terug ingedaan. Maar de arm niet, oh fuck, er is een draak, niet goed in elkaar gezet. Waardoor de hele machine naar de tering ging. 25.000 euro schade. Je zou kunnen zeggen dat hij van normaal doen met machines geen kaas heeft gegeten. Dank u wel, Rick Broers. Beginnend stand-up comedian. Te boeken voor al uw feesten en partijen. Ik zou het echt heel tof vinden als deze draak even doodgaat. Ik weet niet of het sterk is. Een ancient dragon. Oh ja, die zijn wel echt heel sterk. Je kan die persoon niet doodmaken. Ik moet daar nog heen. Ik moet nog naar school toe. Laat me met rust. Heb ik echt veel te veel gezondheid. Het gaat nog een kwartier duren, joh. Helemaal geen verhalen meer. Laat me levens even. Oh, het kut. Oh, fuck jou, man. Hé, hey, niet cool. Ik kan ook gewoon even ergens anders heen teleporteren. De ballen laten ze niet vallen, zeg maar. Zijn we hier weer helemaal? Nou, weet je wat? Daarop kijken we deze aflevering van Skyrim met verhaaltjes. Zorg er even voor dat je iets instuurt rondom relaties of seks, dat de volgende aflevering lekker extra lang wordt. Dan krijgen we deze game ooit nog af. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot op een aflevering. Doei!